Zo moet hij er dan uitkomen te zien, de revolutionaire nieuwe waterbus. Deze BB Green, zoals hij nu genoemd wordt, moet een elektrisch snelvarende ferry worden die gebruik maakt van luchtkussentechniek. De BB Green, wat een afkorting is van Battery Boat Green, is een scheepstype waarbij we lucht tussen de beide rompen blazen door middel van een ventilator. En daardoor komt het scheepje een stukje omhoog, blijft voor een stuk wel in het water, maar heeft dus minder weerstand in het water als je gaat varen. Heeft ook minder zware motoren nodig. En dat heeft eigenlijk tot gevolg twee dingen. Dat is minder brandstofverbruik en ook minder golven. Het probleem bij de huidige waterbussen en aqualiners is dat ze zich aan een beperkte snelheid moeten houden om zo ernstige golfslag aan de kaders te voorkomen. Uit de tests die al gedaan zijn met een schaalmodel blijkt dat de BB Green hier veel minder last van heeft. Het bedrijf heeft hiermee een wereldprimeur in handen. Wij stapelen eigenlijk twee technieken op elkaar. Dat is niet alleen dat we lucht gebruiken om het schipje op te liften, maar we zetten daarbij ook nog eens een aantal batterijen in het schip, dus accu's. Dus we proberen het ook nog eens elektrisch te maken. Ja, en die twee dingen gecombineerd, dat is wel uiterst innovatief en dat geldt dan niet alleen voor deze regio. Maar we hopen, en dat is ook het feit dat de EU dit project ondersteunt, dat we dat zelfs in Europees verband of misschien wel daarbuiten kunnen toepassen. Waterbus krijgt van de EU 2,5 miljoen euro voor dit project. Als alles mee zit, kan er volgend jaar al proefgevaren worden. We hebben dus nu groen licht gekregen van de EU om naar die tweede fase te gaan. Daarin gaan we de bouw van het scheepje voorbereiden. En dat doen we met een aantal werven die we daarvoor gaan selecteren. En als alles goed gaat, kunnen we dan misschien in het najaar starten met de bouw. En dat betekent dat we in het voorjaar van 2014 zo'n beetje, of richting de zomer, dat we een testvaartuig hier in Nederland kunnen hebben. De BB Green biedt in totaal plaats aan ongeveer 80 passagiers en 30 fietsen.